Oké, hier is hij dan, die geweldige Lier voor onze Ford Bronco. Terwijl wij een heel mooi plekje zoeken om lekker gek te doen, kunnen jullie even gaan kijken hoe die er van dichtbij uitziet. Ben jij die enige echte RC-koning? Of misschien wel koningin? Laat het iedereen weten, laat het iedereen zien. Petten, shirtjes, mokken, stickers voor op je model. Check onze rcblog.nl merchandise onder deze video of op shop.rcblog.nl. Klein doosje waar het om gaat hier, de Traxxas ProSkill Remote Operated Winch voor de TRX4 en de TRX6. Winch in het Engels, Lier in het Nederlands, gemotoriseerd op afstand bestuurd vooraan de voorbumper. Een echte Lier voor takelen, trekken, slepen, reddingsacties op schaal. Ja, als je helemaal into skill RC trailen en crawlen bent, dan is dit natuurlijk een extra stukje hobbyplezier en realisme om toe te voegen. De specificaties laten zien dat je er 5 tot 12,6 volt op kan zetten, max 3 cellen lipo rechtstreeks dus, en het meest interessante is het maximale trekgewicht van omgerekend 4,5 kilo. Ter info, een gemiddelde TRX4 weegt ongeveer 3 kilo. Het setje is netjes verpakt, er zit een plastic fairlead in het Nederlands heet dat een kluisgat, en dat is de verstevigde opening voor het touw met haak van de Lier. De 2021 Ford Bronco TRX4 heeft standaard al zo'n kluisgat, dus deze hebben we nu niet nodig, maar voor andere modellen die niet out of the box op de winch zijn voorbereid is die dus wel nodig, samen met misschien wel een hele andere bumper ook. Meer info daarover vind je onder andere op de achterkant van het doosje. De afstandsbediening. Klein, net een autosleutel. Kanaalknopje, om te wisselen tussen twee kanalen, zodat je niet iemand anders Lier ineens bestuurt. En een knopje voor touw uit en daaronder intrekken. Afstandsbediening heeft zo'n 15 meter bereik. Je trekt hem zo open om dan bij de batterij te komen. Is een CR2032 3 volt lithium knoopcel. De Lier zelf is één onderdeel, af fabriek al in elkaar gezet, eigenlijk klaar om zo in je model te bouwen. Daarvoor natuurlijk de instructies en een zakje met montagemateriaal. Een JST backstekker, eikabel voor als je meer wil aansluiten dan alleen de Lier, zoals verlichting. En dan heb je verder boutjes, tie wraps en dus hele duidelijke instructies die je laten zien hoe de Lier in elkaar steekt, welke modellen er welke speciale bumper nodig hebben en natuurlijk hoe de Lier werkt en hoe je hem in moet bouwen. De Lier van dichtbij, glanzend zwart, kunststof behuizing, haak van metaal, rood touw op de windas, dat is standaard, maar andere kleuren touw zijn uiteraard los te koop, momenteel grijs en blauw als optie. En er komt een voedingstekker uit met een vrouwelijke backstekker op het eind. En het zwarte draad is de antenne voor de besturing op afstand, 15 meter bereik dus. Hier zit de motor in die de windas in twee richtingen roteert, in en uit. En bovenop een rood knopje voor het koppelen met een afstandsbediening. Daarachter een statusledje en hier op de zijkant de free spool knop. Die zolang als ingedrukt de windas vrijgeeft, zodat je de Lier handmatig snel helemaal uit kunt trekken. Oké, hij gaat in onze TRX4 Ford Bronco 2021 en dat is een makkelijke, want die heeft verder niks meer nodig. De bumper is al voorbereid en er zit dus al zo'n fairlead of kluisgat op gemonteerd. Met een neppe Lier erachter, zo'n stickertje voor de show. Nou, dan gaat die mooie body er eventjes af. Het inbouwen is echt heel simpel. De bumper moet er natuurlijk ook even af en die zit met twee boutjes links en twee boutjes rechts op de stalen chassisrails vast. Dus die draaien we eruit. Van onder nog twee boutjes vanaf de skidplate losmaken en onze bumper ligt eraf. De bestickerde Lier voor de show moet eruit. Die zit met één schroef hier zo vast. Draai los, haal je hem er zo vanaf. En dan steek je de haak van de Lier van binnenuit door de fairlead van de bumper heen. Beetje proppen en doen, komt goed. En dan komt het kastje dus zo op de bumper te zitten. Goed opletten op die pinnen in de bumper. Die moeten dus in de gaatjes van de Lier vallen. En dan druk je hem vast en dan gaat hij met een meegeleverde schroef vast aan de bumper. En dan zit je winch of Lier op de bumper. Mag hij weer terug op de wagen? De instructies laten overigens ook zien hoe je om kan gaan met custom installations. Dus eigen installatie in een heel ander model bijvoorbeeld. Gebruik je andere schroefgaten die al op de Lier zitten. En dus ook die meegeleverde fairlead weer. In principe is hij op elk soort RC-auto wel te monteren met een beetje creativiteit desnoods. Anyway, bumper terug op het chassis. De boutjes aan de zijkanten weer vast. Boutjes van onder.
En dan mag je de bedrading netjes wegwerken. De TRX-4 chassis zit vol met handige haakjes daarvoor. Dus daar geleid je de antenne en de voedingskabel netjes doorheen. Hier en daar vastmaken met een van die tie-wrapjes die meegeleverd zijn. En de voeding krijg je rechtstreeks uit de vrije backstacker vanuit de XL5 HV-regelaar. Is die al in gebruik voor bijvoorbeeld verlichting, dan kun je die meegeleverde eikabel gebruiken om die toevoer te splitsen. De Trexus ProSkill Remote Operated Winch is nu alweer geïnstalleerd. Netjes op de bumper, aangesloten op de regelaar, dus als je de wagen dan inschakelt, dan heeft hij gelijk zijn stroom. Dit dingetje zit er nog bij, de Winch Line Retainer. Die schuif je dan om de haak heen en die helpt bij het vasthouden van het touw, zodat hij niet los kan schieten wanneer je het touw met de haak ergens omheen bindt om te kunnen lieren. Nou, dan natuurlijk even testen, uitrollen en weer inrollen. Dan gaan we terug naar het bos. Trek hem nou eens helemaal uit dan. Ja. Wauw, hé. Dat is een lange. Jongen. Dat is een flinke. Nou, dan kan je een aardig stuk mee overbruggen. Maar hoe lang is lang dan? Nou, dat gaan we nu eens even kijken. Althans. Als dat lukt, even kijken, 1,42 meter. En ben je onder de indruk van de lengte? Nou, hij is langer dan de mijne. Dat kan ik je verzekeren. And what comes out, must go back in. Wat denk je, is dit wat? Ja, dit is hem. Als hij hier omhoog komt, krijg je hem overal omhoog. Hij is boven! Yes, doe dat maar na! Kijk, hier blijft hij er ook aan hangen. Ja. Wauw. Trek dus het volle gewicht van de auto gewoon omhoog. 4,5 kilo. En om het nog gekker te maken. Je denkt dat dit kan? We gaan het zien. Ik zou zeggen, waarom niet? Nou, nu is die lier hem alleen maar aan het trekken. Maar hij doet het wel. Kijk hem gaan dan. Dat is niet normaal. Doe hem nou eens terug naar beneden weer. Dus dit is alleen met de lier? Dit is puur brute kracht van de lier. Er is niemand die de auto helpt om omhoog te komen. Niemand die aan de remote zit. Oké. Okay. Aan het slachtoffer. Daar gaan we dan. Gelukt! Nou, het is wel duidelijk dat het een sterk dingetje is, die lier. Bijzonder eigenlijk, gezien hoe klein het geheel toch is. Het voegt in elk geval veel toe aan een model in een bijzondere tak van deze hobby. Een tak waar absoluut realisme en functionaliteit hoog in het vaandel staan. De ProSkill Winch van Trexus dus, in een aantal TRX4 en TRX6 modellen direct in te bouwen en voor sommige modellen dus een specifieke bumper nodig. In elk geval kunnen we je deze lier van harte aanbevelen, want het werkt gewoon en het voegt een extra dimensie toe aan je toch al zo avontuurlijke crawler expedities. Abonneer je op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van al onze komende uploads. Check ons via @rcblog.nl op Instagram. We posten zeer regelmatig foto's, stories en video's. En af en toe ook een leuke giveaway of winactie. Nieuwe volgers natuurlijk altijd gewaardeerd. Bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie weer wat wijzer zijn. En tot de volgende maar weer.